Goedenavond allemaal. Als iedereen plaatsneemt, gaan we bijna op tijd van start. 1 minuutje, dat is te overzien. Mensen zitten thuis allemaal in spanning te wachten op uw vragen. Dus als iedereen plaatsneemt, dan gaan we beginnen met hetzelfde als vorige keer nog. Namelijk even inventariseren hoeveel vragen er zijn en welke vragen. En daarna de vragen ook voor het EGGI doen. Ik zie daar een vraag van de ChristenUnie SGP sowieso. Meneer De Vries, 2 maal zelfs. Meneer Schaap, heeft u ook vragen? Begrijp ik dat goed? 3 maal. PvdA, 1 maal. 1 maal, 2 maal. Dan beginnen we daar maar eens. Meneer De Vries, wilt u uw beide vragen voorlezen? En daarna gaan we verder met inventarisatie. En daarna kom ik terug voor vraag en antwoord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil de vraag stellen over de kwaliteit van het water in het Haarlemse Bos. En ik wil de vraag stellen over ook het Haarlemse Bos, maar dan een nieuw hoofdstuk in de vernielingen. Ik stond het niet helemaal goed. Een nieuw hoofdstuk in? De vernielingen. De vernielingen, duidelijk. Ja, dank u wel. Meneer Schapen, Forza. 3 vragen, voorzitter, aangekondigd. Over de busluis aan de Waddenweg, de fietspadkruising achter het Spaarne Gasthuis en over het voornemens voor 5 ondergrondscontainers aan de Vennepenweg in Nieuw-Vennep. Dat ging razendsnel, maar is genoteerd. Dank u wel. Dan gaan we naar de PvdA. Gaat u uw gang. Ja, voorzitter. Ik heb een vraag over de luchtkwaliteit over scholen. Ja, of, ik versta het niet zo goed. De luchtkwaliteit voor, en toen verstond ik niet. Excuus hoor. De luchtkwaliteit op scholen. Op scholen, ja. Ja. Helder, helder. Excuus. Ja, nu goed verstaan. Zijn er nog andere mensen die nog alsnog een vraag hebben nu? Anders kan het dadelijk nog wel. Nee. Dan gaan we naar de heer De Vries, ChristenUnie SGP. Nog 1 keer wilt u eerst de vraag stellen en dan gaan we ook de eerste beantwoorden doen van de eerste vraag voordat we naar de tweede gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de waterkwaliteit in het Haarlemse Bos is regelmatig langsgekomen op allerlei manieren het afgelopen jaar. Er is flink wat aan gedaan, ook van de zomer, met name in de plas. En als je nu een wandelingetje maakt door het Haarlemse Bos, dan word je getroffen door een verschrikkelijke rioollucht. Waarschijnlijk veroorzaakt door blauwalg, maar de vraag is even van, als je terugkijkt naar de zomer die niet zoveel voorstelde en dan ziet hoe slecht de waterkwaliteit, ondanks die koele zomer, erbij staat, dan is de vraag van, wat kunnen we volgend jaar verwachten? Dank u wel. Wie namens het college? Ja, gaat er gang. Meneer De Vries, dank u wel voor uw vraag. Wat we volgend jaar kunnen verwachten, dat kan ik u natuurlijk niet zeggen, want ik heb geen glazen bol. Maar ik ga hier wel achteraan, want als het zo stinkt, dan willen we wel weten waar dat dan vandaan komt. En u weet, hè, ik heb al met u al eerder is de vraag gesteld over blauwalg in het water van de Haarlemse Bos. Heb ik toen uitgelegd dat er toch de installatie met die gaatjes en dat het erg ingewikkeld was om dat te repareren. Om dat de goede doorstroming te krijgen, de bobbeltjes zeg maar, die ervoor moeten zorgen dat de blauwalg weggaat. Dat we tot oktober niet verwachten dat dat helemaal weg is. Dus hè, dat heb ik toen ook uitgelegd. Maar ik ga hier nog eens naar vragen, juist ook omdat het gaat stinken. Want dat is natuurlijk gewoon heel vervelend. Behalve dat mensen niet in het water kunnen, willen ze daar natuurlijk wel op een normale manier kunnen wandelen. Dus als u het goed vindt, kom ik daar schriftelijk bij u op terug. Ik zie ja knikken. Kunt u dat bevestigen? Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel, wethouder, voor het uitgebreide antwoord. Dan kunt u de tweede vraag stellen, als u wilt. Tweede vraag. Dat is alweer een week of 3, 4 geleden, denk ik, dat ik op een wandelingetje door het Haarlemse Bos geschrokken ben van een groot speeltoestel bij het Spartelmeer, wat totaal afgefikt was. En daar staan nu hekken omheen. De vraag die ik heb is ten eerste, ik ben wel benieuwd wat voor schadepost dat is in bedragen. Tweede, zijn de daders eventueel al gevonden? En de derde vraag, kan de schade ook nog verhaald worden wat dat betreft? Dank u wel. Verschillende vragen voor het college, maar 1 wethouder kan ze beantwoorden zo te zien. Mevrouw Steffens, gaat u gang? Eerlijk gezegd ook niet, voorzitter. Maar omdat het verschillende, het heeft schade en dat soort vernieling is natuurlijk eigenlijk, hoort eigenlijk bij de burgemeester.
Tegelijkertijd Haarlemmermeerse-Bos hoort weer eigenlijk bij mijn collega CD. En speeltoestellen horen bij mij. Dus het enige wat ik u kan beloven is dat ik het even zal navragen. Want ik weet dat het zo is. We zien dat ook veel met vuilnisbakken die in de hens worden gestoken. Allemaal mensen die dat humor noemen. Terwijl ze gewoon op uw en mijn rekening de hele boel zeg maar eventjes vernielen. Maar ik durf u nu niet te zeggen wat voor schadeposten dat zijn. En ja, de pakkans is natuurlijk niet zo groot. Dus of je schade kunt verhalen, ik ga het u niet beloven. Dank u wel, meneer Beuzenberg. Op ditzelfde punt gaat u aan? Ja, op hetzelfde punt. Ik heb een aanvullend vraagje. En dat is de gemeente verzekerd voor eventuele schade? Ja, ja, voorzitter. Ja, meneer Beuzenberg, dat zijn we. Meneer De Vries, wilt u nog reageren? Is dit voor nu voldoende? Meneer De Vries is even afgeleid door meneer Beuzenberg. Meneer De Vries, is de beantwoording voor u voldoende? Wilt u daar nog op reageren? Ja, dank u, voorzitter. De beantwoording is voldoende. Ja, ik zat even met meneer Beuzenberg in gesprek over de verzekering. Ja, als de verzekering het dekt, dan is het niet zo erg. Maar die verzekeringspremie die moeten we ook met elkaar opbrengen. Dank u wel. Ja, en ik begrijp toch dat we het allemaal erg vinden sowieso. Maar dat spreekt voor zich. Dank u wel. Daar wordt nog schriftelijk op teruggekomen, begrijp ik. Volgens mij niet mevrouw Zendig, is zo. Eerst meneer Schaap van Fortsa. Gaat u gang. Uw eerste vraag, alstublieft. Ja, voorzitter, dank u wel. We stellen hem vaker te orde. De busluis tussen de Deltaweg en de Waddenweg in Hoofddorp, ter hoogte van Eiland 6 in Florianden. Deze is na jarenlange strijd eindelijk definitief opengebleven. En toen onze fractie 17 oktober 2019 vroeg tijdens het vraaguur of hij niet gewoon weg kon, toen werd er gezegd dat hij zou verdwijnen. Dit zou tegelijk gaan plaatsvinden met de onderhoudswerkzaamheden aan de Waddenweg, waarbij de verkeerssituatie zou worden aangepast. Nu blijkt dat de huidige asfalteringswerkzaamheden, de voormalige busluis, dat die niet wordt meegenomen. Sterker nog, het gehele wegvak tussen eiland 6 en 7 wordt in zijn geheel niet meegenomen. Daarbij is bekendgemaakt dat de sluis niet verdwijnt, zoals eerder is aangegeven, maar verplaatst gaat worden. Voor de wijkraad Florianden ook een nieuw feit, waar ze onverwacht door de gebiedsmanager mee verrast werden. Hij komt nu voor Studio 5 te liggen. Mijn vraag is, waarom verdwijnt de sluis niet zoals beloofd? En bent u niet met ons eens dat het gewoon tijd is om nu gewoon echt afscheid te gaan nemen van deze ellendige wegversmalling en andere oplossingen te zoeken om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen zonder gebruik te maken van de versmalling? Dank u wel. Ik vermoed mevrouw Ruigrok of iemand anders. Ja, dat is goed gegokt. Gaat u gang. Er wordt even aan de techniek gewerkt om mevrouw Ruigrok ook te kunnen verstaan. Klein ogenblik geduld graag. Oh, kijk, welkom mevrouw Ruigrok staat er. Nou, dank u wel, techniek, voor het welkom ook. En dank... Meneer Schaap, voor de sluis. De sluis die verdwijnt, maar het doseerlicht blijft. Dus wat ik dan begrijp is dat de versmalling er niet meer is, maar wel dat er een doseerlicht verdwijnt. En dat die wordt verplaatst tussen dat eiland 6 en 7, want dat is een logischere plek daarvoor. Dus wat dat betreft wordt het dan, denk ik, voor iedereen prettig. Want met het doseerlicht kunnen we verkeer de wijk uitlaten zonder dat het vastgestelde geluidsnormen voor die woningen overschrijdt. Dank u wel. Meneer Schaap, wilt u erop reageren? Alleen kort. Ik vind het wel fijn om te horen dat hij dan verdwijnt. Maar dan is er ergens sprake tussen miscommunicatie, ook naar de wijkraad. Kan de wethouder dan daar achteraan dat het verbeterd wordt? Nou, ik kan toezeggen dat we even contact opnemen met de wijkraad om gewoon de juiste informatie af te stemmen. Bij deze geregeld, meneer Schapen. U had nog een tweede vraag, begrijp ik. Jazeker, voorzitter. Ik denk dat hij bij dezelfde wethouder terecht gaat komen. Sorry. Het gaat over de fietspadkruising achter het Spaarne Gasthuis. Dat is de verlenging van het Puttersbospad Overbospad. Deze ondergrondse fietspadkruising nabij het Spaarne Gasthuis, daar zit een bocht in. En die bocht is tegelijk een aflopend pad waar ze zeker fietsers dus met een vaartje naar beneden komen roetsen. Dan heb je aan de zijkant waar de stoep zit aan beide zijden betonnen muur die het onmogelijk maakt voor de gebruikers van deze kruising om te zien of er iets vanuit de bocht aan komt zetten.
Veel weggebruikers die uit deze bocht komen rijden, fietsers en scooters voornamelijk, pakken dan vaker de linker of de rechter bocht door zonder te stoppen of de situatie te aanschouwen. Levensgevaarlijk dus voor andere gebruikers en zeker voor de oudere wandelaars en moeders met kinderwagens. Kan de wethouder aangeven aan ons of ze de situatie wil gaan bekijken en of dit recept voor gevaarlijke verkeerssituaties opgelost kan worden op lang termijn of op korte termijn door bijvoorbeeld gebruik van halfronde spiegels of wegmarkeringen? Dat is best een ingewikkelde vraag, maar mevrouw Ruigrok durft volgens mij de uitdaging aan. En het zou mooi zijn als we een foto konden laten zien van de situatie, maar u heeft hem zo goed mogelijk beschreven. Ja, en ik herken hem ook, want volgens mij ben ik er afgelopen maandag zelf nog doorheen gefietst. Maar voorzichtig natuurlijk, dus dan heb je niet zo'n vaartje. Maar ik kan, kijk, ik heb daar zelf niet opgevallen dat dat een onveilige situatie is. Maar ik kan wel vragen of dat nog even bekeken wordt door onze verkeersdeskundigen. Om te kijken of daar eventueel oplossingen voor nodig zijn. Of dat eigenlijk de situatie voldoet, maar dat het ligt aan het gedrag van degene die zich door die vaart nog harder laten rijden. Meneer Schaap, gaat u gang. Ja, voorzitter. Ik ben blij met de toezegging van de wethouder. Ik ga direct aangeven dat het wegdek van dit fietspad ernstige gebreken vertoont doordat de gekleurde afdeklaag grote gaten vertoont en ernstig aan afbrokkelijk is. Als dat meegenomen kan worden, heel graag. En ik, als de wethouder is geweest, dat is fijn. Ik heb een fotootje. Het is niet goed zichtbaar, maar ik stuur hem u toe. Dat is de kaart inderdaad. Er zijn ook foto's beschikbaar. Ja, zet hem even op Twitter of op uw website, dan kunnen anderen hem ook kennis van nemen. U had nog een derde vraag. Klopt dat? Ja, dat klopt ook, voorzitter. Die gaat over Nieuw-Vennep. Men is voornemens om aan de Vennepenweg naast de begraafplaats Lindehof 5 ondergrondse containers te plaatsen. Tussen bomen die amper 6 meter uit elkaar staan en een diameter van 45 centimeter hebben. Dat is erg technisch, dat stuur ik u toe. De containers zijn gesitueerd op 20 meter van de gevelwoningen, Vennepenweg. En wel 30 tot 80 meter van de hoogbouw waar de containers voor bedoeld zijn. De containers komen tussen een hele drukke openbare weg en druk gebruikt fietspad. Bovendien gaan de containers alleen open door middel van een pasje. Wat als voorbijkomend verkeer stopt, die stopt dan midden op die weg. Onze vraag is of de bomen hier, omdat ze zo dicht op elkaar gestaan, of we hier geen schade van ondervinden, waardoor er in de toekomst problemen ontstaan qua onderhoud. En de vraag is of er richtlijnen zijn voor de afstand van die containers ten overstaan van de woningen waarvoor ze niet of wel bedoeld zijn. En of we kunnen handhaven op het voorkomen van illegaal dumpen daar en de openbare wegen veilig te houden voor voorbijkomend verkeer. Dank u wel. Een aantal vragen met subvragen. Ik hoop dat er snel genoteerd is. Ja, mevrouw Cité. Ja, dat zijn niet één vraag en twee subvragen, maar dat zijn gewoon drie volledige vragen, als ik het zo eventjes mag zeggen. En natuurlijk is er gekeken naar de afstand, huizen, hoe lang moet je lopen tot de containers. Want dat is natuurlijk van belang, draagvlak en niet te ver lopen naar de containers. Of er illegaal gedumpt gaat worden. Nou, u kent het grote probleem, hebben we hier regelmatig over gesproken. Handhaving is bijna niet mogelijk, omdat dit vaak 's avonds gebeurt dat mensen dingen bijplaatsen. En daar kan ik wel toezeggen van, daar ga ik op handhaven. Dat kan ik natuurlijk helemaal niet doen, dat is aan de burgemeester. En u heeft zelf als raad natuurlijk ook prioriteiten gesteld op het gebied van handhaven. En verder is het zo dat dit een probleem is van mentaliteit. Dat houden we maar gewoon even boven water. Of de bomen niet beschadigd worden, of het diameter van 45 centimeter die wonen. Ik weet, bomen van de eerste categorie misschien, mevrouw. Ik weet het niet. Dat is wel heel erg specifiek, uw vraag. Daar kan ik niet zo'n antwoord op geven. Dat moet u mij maar niet duiden. Dus ook daar kom ik schriftelijk op terug. Meneer Schaap, als u dat goed vindt. Door het instemmend geknikt. Wilt u er nog op reageren? Ik dank de wethouder voor haar beantwoording. Ik zie de schriftelijke beantwoording graag tegemoet. Dank u wel. En met wat meer complexe vragen is soms handig om ze ook schriftelijk te stellen. Ik begreep wel overigens dat u ze netjes van tevoren had aangekondigd. Ik wil even kijken hoe we dat nog beter kunnen organiseren. Mevrouw Huizijn van de PvdA, gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. De Partij van de Arbeid heeft sinds vorig jaar meerdere actualiteits- en schriftelijke vragen gesteld over de ventilatie op scholen. Vorig jaar in de herfst hielden de scholen de ramen open en we horen al dat het de aankomende herfst niet anders zal zijn.
De maatregelen zijn ook versoepeld of worden versoepeld per 25 september. Dus ik wil graag aan het college vragen of er nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot de ventilatie op scholen en hoe het op dit moment met de luchtkwaliteit staat. Dank u wel, voorzitter. Wie kan dat namens het college beantwoorden? Ja, gaat uw gang. Mevrouw Steffens. Ja, dank u, voorzitter. Inderdaad, u heeft eerder vragen gesteld daarover. En ik heb u ook toegezegd dat ik zorg dat we inventariseren en dat we dat aan de raad doen toekomen als de inventarisatie rond is. Volgens mij heb ik u voor de zomer laten weten dat een deel van de scholen al gereageerd had en dat er ook al een deel van de aanvragen was gedaan. We zijn het bij elkaar aan het brengen, dat kan ik tegen u zeggen. En u vraagt, zijn er nou nieuwe ontwikkelingen? Nee, dat niet echt. En hoe het nu met de luchtkwaliteit staat is een beetje groot. Die is waarschijnlijk niet veel veranderd. Maar u bent volgens mij ook benieuwd naar hoe wij daarmee omgaan als college. Ik kan het u op dit moment nog niet zeggen. Wanneer ik het rond heb, en ik verwacht dat dat tussen nu en een week of twee is, dan zal ik het in het college brengen, want dan komt de hamvraag. Hebben wij zoveel geld dat wij deze scholen al dan niet tegemoet gaan komen? U weet, dat is niet een verplichting die we hebben. Dat is iets waar een gemeente zelf keuzes in moet maken. En dan blijft de vraag, zijn er middelen of moeten we ze toch voor andere dingen inzetten? Want het is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Wij zijn alleen maar het loketje waar de aanvraag komt en wij geven het door aan het Rijk. En dan, ik weet wel dat er voor een aantal aanvragen al een toezegging is van het Rijk in de eerste ronde. Maar of dat dus betekent dat dat voor de scholen voldoende is om ook zelf die verantwoordelijkheid te nemen, dat kan ik u nog niet zeggen. Maar zodra we dat in het college hebben besloten, dan hoort u dat van mij. Top. Ja, gaat u gang. Nou, dank u wel voor het antwoord en dan kijken we ernaar uit. Dank u wel. Mooi, nog een tevreden raadslid begrijp ik. En nog anderen die een vraag willen stellen. Dan is daarvoor gelegenheid. Niemand. Dan ronden we deze vragensessie af en zijn er zo een aantal inhoudelijke sessies. Dat kunt u op IBABS vinden of op internet. Dank u wel.